Nou, eerlijk denk ik dat het weer gewoon hetzelfde is en dan wordt een loopje met ons genomen. Ik ben bang dat mevrouw Schouten nog niet nagekeken heeft. Nou, wat een fantastische natuur is Nederland. Kijk wat een waanzinnig... Zo. Nou jongens, ja, wat ik wou zeggen is dat het hier natuurlijk gewoon een fantastische grond is. Iets om trots op te zijn. Maar volgens Den Haag is deze grond geen natuur. Volgens Den Haag heet dit landbouwsector. En daarom is het schadelijk voor het milieu. En omdat alle boeren dat een lachertje vinden, gaan ze vandaag weer demonstreren omdat er weer niet naar hun geluisterd wordt. Hoi, goedemiddag, René Staal. René Staal, nou, je kan misschien beter de staalindustrie gaan dan in de agrarische natuurlijke sector werken. Want in de landbouw valt niet veel meer te halen als het aan Carolus Schout en de rest van Den Haag ligt. Nee, dat heb je wel een beetje bij, bij het juiste punt. Alleen in de staalindustrie, dat duurt niet lang meer en dan bloedt het ook een beetje dood, ben ik bang. Het bloedt allemaal langzaam dood, de hele economie. Maar... Ja, dat sturen ze wel op online, wel ja. Kijk, nou ja, in ieder geval... Begrip. Ja. Veel begrip hier langs de snelweg. Klopt. Volgens mij zijn we ook helemaal niemand tot last zo, maar we laten wel een beetje onze tanden zien op deze manier. Ja, jullie zijn niemand tot last, maar jullie boeken ook niet veel vooruitgang. Nou ja, aan de ene kant is het nog niet echt tastbaar wat, maar wat het ons wel heeft opgeleverd, dat is het landbouwcollectief. En is Den Haag ook al een beetje bang voor dat landbouwcollectief? Tot nu toe niet echt. Wat denken jullie dat de uitkomst gaat zijn, eerlijk? Nou, eerlijk denk ik dat het weer gewoon hetzelfde is en dan wordt een loopje met ons genomen. Ik ben bang dat mevrouw Schouten er nog niet naar gekeken heeft. En als ze geen ja zegt tegen onze eisen, dan zullen we het wel zien wat er gebeurt. Ik denk persoonlijk wel dat er hardere acties gaan komen. Kijk, nu is het op zich... Nu staan we keurig op de rotonde en dan gaan we per ongeluk op de rotonde staan. Dan gaat de snelwegen dicht en zo niet nog veel meer plat. Maar is de stikstof nou echt een daadwerkelijk groot probleem als dat veel in de lucht zit? Nou, ik denk dat als je hier om je heen kijkt en het is allemaal nog groen en het bloeit en we zitten op de beste landbouwgrond van Nederland, zowat. Ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het hele stikstofverhaal, ja, waar het een probleem is, in de Randstad, maar dat is niet hier. Dit is landbouwgrond, het is volgens de politiek is het geen natuur. Dit is een sector en de sector stoot CO2 uit, zeggen ze, en stikstof. Maar ja, dat is gewoon onzin vanzelf. De sector stoot ook wel uit, maar die grond van ons neemt ook weer heel veel op. De grond, de gewassen nemen weer heel veel op. Die grond wordt eigenlijk niet eens meer gezien als natuur, maar als een soort landbouwsectorachtige grond. Ja, dat wordt bijna gezien als vervuilde grond, want alles wat wij doen, een dier, een natuurlijk beest, dat loopt in het land. Dat heeft natuurlijk dat die scheidt. En op het moment dat die scheidt op de grond valt, is het in één keer zwaar vergif. Dan zijn we het land aan het verontreinigen. Dat is dan geen natuur, dat is zwaar vergif. Ja, zeker. Maar neem nou bijvoorbeeld een gewas als luzerne of mais. Dat neemt wel 200 kilo CO2 op uit de lucht. En dat brengt ook weer zuurstof. Maar dat wordt allemaal niet meegerekend. Dan kunnen jullie niet gaan vragen om zuurstofcompensatie. Want jullie brengen ook heel veel zuurstof in de lucht. Dat klopt. Ja, wij brengen ontzettend veel zuurstof in de lucht, ja. Alleen, ja... Hebben jullie daar dan ook compensatie voor? Nee, maar misschien kunnen we er wel eens wat voor gaan rekenen, hè. Voor wat hoort wat. Hoe zou jij dat zelf zien, de grasvlaktes langs de snelweg? Nou ja, als een goede natuurvoorziening die buitengewoon een stikstof opneemt en daarbij ook gewoon heel veel voedsel produceert. Dus het is een noodzakelijk. Dat moet je niet weg willen hebben. Dat moet je koesteren. En Klaas Dijkhoff is bang dat zij het slecht gaan doen in de komende peilingen. Hoe staat dat ervoor bij jullie? Ja, die kans is wel heel groot, ja. Was jij een VVD'er van tevoren? Ja, voorheen wel, ja. Ja, maar we hebben voorheen wel VVD gestemd. Ja, ik denk dat wel misschien wel 60% van de agrarisch VVD of CDA stemde. Misschien wel 70%. Maar ik ben bang dat het nou toch wel de andere kant op gaat. Ik denk zeker dat de jonge boeren, dat die toch wel een beetje Forum voor Democratie gaan stemmen, ja. Ja, en ja toch wat Thierry Baudet, Theo Hiddema, die zullen wat druk krijgen. Nou goed, waren jullie ook zo klaar met al die ledenwervingsvideo's? Vanaf nu ga ik gewoon elke keer een opdracht doen bij elke 1000 leden. Ik begin even met iets kleins, maar laat me weten als je iets beters hebt. En op de uwe. Nou, de laatste. Dus word lid en zie ik nog. Dus word lid en zie ik nog hoe meer.
Dus word lid en zie hoe ik nog meer stomme dingen doe. Klik op de link in de video of in de beschrijving. Dit was echt heel stom.